Ja, een beetje anders dan anders. Marcel Dordrecht gesproken met Gilbert en mij, maar de technische problemen moesten we eventjes apart zetten. En natuurlijk ben je niet weg te houden uit de gouden kooi, dus daar ben je dan helemaal vanuit Zuid-Dagestan. Hoe gaat het met je en hoe heb je het weekend beleefd? Ja, joh, gaat wel goed. Ja, het was een interessante kaart, hè? Leuke kaart, dus daar heb ik wel van genoten. En Ajax heeft ook weer gewonnen, dus qua sport was ik vrij tevreden dit weekend. Mooi, mooi, mooi. Jij staat natuurlijk bekend bij ons als onze correspondent in Zuid-Dagestan. Dus jij was natuurlijk behoorlijk pro-Makachev. Zeg eens eerlijk, qua Makachev, is ik je mee of tegengevallen? Ik had hem iets dominanter verwacht, hoor, zeg ik je heel eerlijk. En ik ben niet per se pro-Makachev en ik gun het Volkanovski even goed, hoor. Maar ik had Makachev iets dominanter verwacht. Ik vond hem wel qua striking beter dan ik verwacht had, maar ik vond Volkanovski qua grappling beter dan ik hem verwacht had. Dus het zat eigenlijk van wat je van elkaars de sterkte ziet, normaal gesproken, waren ze wat je van zwakte verwacht, waren ze beter dan dat ik verwacht had van elkaar. Dus ja, dat was wel een hoogwaardige partij, hebben we gezien. En ja, ik heb er wel van genoten, moet ik zeggen. Ja, was je verbaasd over, wat iedereen dacht van, nou, als Makachev die Volkanovski op de grond krijgt, dan is het waarschijnlijk einde oefening, hoe toch vrij makkelijk Volkanovski wist te verdedigen en op een gegeven moment zelfs wist op te staan bij die takedown van Makachev? Ja, in eerste instantie wel. Ik had zoiets als hij hem op de grond krijgt vroeg, dan kan hij hem pakken daar, dacht ik. Ik had wel een decision gezegd trouwens, maar ik dacht later van misschien kan hij hem toch wel zelfs finishen. Maar je zag na verloop van tijd werd Makachev ook iets meer moe. En Volkanovski heeft gewoon die cardio op 5 rondes die hij vol kan gaan. Dus je zag steeds meer dat Makachev het moeilijker kreeg met hem, met hem naar de grond te krijgen of wat dan ook, weet je. En Ik vond dat knap van Volkanovski. Volgens mij heb ik dat nog. Ik kan me niet herinneren dat ik dat iemand bij Makachev heb zien doen. Dus als je ook nog erbij te rekenen dat Volkanovski eigenlijk een featherweight is. Ja, is het toch wel knap wat hij gedaan heeft, denk ik. Dus allemaal credits aan hem natuurlijk wel. Ja, een van de vraagtekens die wij van tevoren een beetje hadden bij Makachev, van hij is nog nooit in de 5e ronde geweest. Wat gaat dat doen? En met zijn cardio, maar ook met het mentale gedeelte, hè, als hij daar komt. En Volkanovski staat nog steeds voor hem trappelen om hem eruit te halen. Dat is ook, ja, denk ik, een positief punt dat Makachev dan op decision die wedstrijd naar zich toe werd te trekken. Want dat is iets wat van tevoren weinig mensen gedacht hebben, denk ik. Nee, zeker. Ik denk dat het altijd goed is als je 5 rondes kan gaan. En zeker met iemand als Volkanovski. Want je hebt nu wel tegen iemand gestaan wat misschien ook wel een van de betere vechters is in featherweight of lightweight wat 5 rondes kan gaan. Dus, je zag wel duidelijk in de 5e ronde dat Volkanovski langzaam was aan het overnemen in die 5e ronde. En ik vond dat Volkanovski die 5e ronde wel duidelijk pakte. Dus kijk, wat dat betreft is er zeker nog verbeterwerk voor Makachev. Maar dat zei hij zelf ook na afloop van, ik heb hem sowieso qua ground game heb ik hem onderschat, weet je. En hij heeft het gewoon goed gedaan. En die 5e ronde, ja, daar had geen 6e ronde aan te pas moeten komen voor Makachev, denk ik. Dus Volkanovski heeft gewoon goed uitstekend geëindigd, denk ik. En het was een heel interessant gevecht. Naar mijn idee. Ja, hoe heb jij het gescoord? De ronde? Ja, ik had er 3 voor Makachev, 2 voor Volkanovski. Maar als het 3-2 Volkanovski was geweest, was ik het er niet mee eens geweest. Maar had je mij ook niet over gehoord. En 4-1 Makachev, wat 1 judge had, was ik het ook niet mee eens. Ik had 3-2, moet ik even goed denken. Ik had sowieso 5 voor Volkanovski. Ik denk dat ik 3 had voor Volkanovski. Volgens mij had ik 1, 2 en 4 voor Makachev. Dus Ja, zo had ik het. Nou, ik had het zo. Ik had inderdaad 1-4 voor Makachev, 3-5 voor Volkanovski. En de tweede neigde ik naar Makachev. Maar die ronde was voor mij zo close. Die had echt allebei de kant op kunnen gaan. Dus toen het na 5 ronden was afgelopen, had ik echt zoiets van, gooi maar een munk in de lucht. En hoe het landt, zo zei het. Ja. Nee, bij met je eens. Het was gewoon heel close, weet je. En ook, ik wilde mensen roepen, robbery. Ja, vond ik niet zo. In zo'n close gevecht is geen robbery. Kijk, had Volkanovski mat gewonnen, was het ook geen robbery geweest. Het was gewoon heel close. En kijk, ik snap dat voor heel veel mensen Volkanovski meer tot de verbeelding spreekt. De manier van vechten, het attractieve gedeelte, wat hij meer heeft, wat hij in de 5e ronde heeft laten zien bijvoorbeeld. Maar wat mij betreft was het een terechte uitslag. En ik had er ook niet moeilijk over gedaan als het andersom was geweest. Ik vond het een
voor een mooie partij. En ik had zoiets van, ik zie heel veel fans online ruzie maken over die uitslag. En ik heb zoiets van, Makachev en Volkanovski, ze hebben een beetje zitten trash talken, maar het was meer speels, weet je. Het was niet gemeen. Het was echt met respect naar elkaar en het was een beetje lachen over en weer. En ze hebben elkaar ook respect gegeven na afloop, weet je. En kijk, die Twitterberichten vind ik allemaal niet zo interessant, maar gewoon na afloop in de kooi en backstage. Dus ja, ik vond het een hele mooie champ versus champ gevecht, vond ik het. En ook gewoon respectvol naar elkaar. En ik hou daarvan. Dus ja. Ja, waarbij Volkanovski natuurlijk niet is tegengevallen. Want als je terugdenkt aan Adesanya, toen hij omhoog ging tegen Blachowicz toen. Toen hij echt gewoon tekort kwam, zag dat hij te licht was eigenlijk voor die divisie. Was Volkanovski, ja, die hoorde daar gewoon. Het was gewoon op het scherp van de snede, het was gewoon echt een topperij. Dat was ook gewoon 100% terecht dat hij die kans kreeg, vond ik. Weet je, hij heeft het zo goed gedaan op featherweight. Drie keer officieel gewonnen van Max Holloway. Voor de rest ook gewonnen van iedereen. Hij verdiende gewoon die kans om voor de lightweight titel te vechten, vond ik. En ja, hij heeft in principe, hoe zeg je dat, hij heeft geen stok verloren wat mij betreft. Weet je, hij heeft eigenlijk misschien alleen maar gewonnen in deze partij. Hij heeft dan niet op de judges scorecards gewonnen, maar wel gewoon bij de fans. Want ik zie zelfs fans van Islam die zeggen nu van, ja, dit was echt gewoon knap wat hij gedaan heeft, weet je. En hij heeft Makachev gewoon heel moeilijk gemaakt. En ja, daar kun je alleen maar respect voor hebben, man. En iemand met die echt gewoon duidelijk korter is, kleiner, in die gewichtsklasse omhoog gaat. En dan toch zo'n partij geven. Ja, ik vind het echt heel knap wat hij gedaan heeft. Ja, helemaal mee eens. En ik had met Gilbert even over in het gedeelte wat wij al hadden opgenomen met hem. Van ja, eigenlijk ging mijn gedachte een beetje terug naar Figueiredo en Moreno. Die natuurlijk ook in die eerste titelgevecht zo close waren. En dat we die partij daarna nog drie keer hebben gezien. En ik zie een scenario voor me, althans zou ik helemaal geen moeite mee hebben. Als zij zo'nzelfde soort van rivaliteit opbouwen met z'n tweeën. En dat we die partij ook gewoon nog twee keer of misschien wel drie keer zien. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, ik heb daar verder geen problemen mee als dat het geval is. Maar dan denk ik wel dat dan moet Volkanovski wel voorgoed naar lightweight gaan, denk ik. Als ze dat willen gaan doen. Want anders zit je die featherweight divisie zit je in de weg een beetje. Dus ja, maar ik zou er geen problemen mee hebben. Kijk, hij heeft laten zien dat hij tegen de kampioen gewoon heel goed mee kan. En misschien zelfs voor heel veel geld had hij misschien wel gekregen, de decision. Het was heel close. Dus ja, ik zou er geen problemen mee hebben. En ik denk dat ze allebei... Volkanovski is volgens mij wel iets ouder dan Makachev, maar ik heb wel het idee dat er bij allebei nog gewoon verbetering in zit en dat ze nog allebei niet aan hun top zijn. Dat ze wel op hun top zitten, maar ze zijn nog niet aan hun top. Ze kunnen nog zelfs verder groeien, denk ik, allebei. Dus ja, ik zou dat ook wel leuk vinden als hij naar lightweight zou gaan en hij zou daar een rivaliteit met Makachev opbouwen. Ja. Ja, hoe het ook zei, Makachev is de kampioen. Groot feest en dagstand, neem ik aan, Marcel. Hoe zou je de sfeer daar omschrijven? Ja, ja, allemaal vuurwerk. En, nee, ja. Nee, hoor, ik denk dat ze al wel heel trots zijn op Makachev, dat hij hem eruit heeft gehaald. En het was, ik denk dat heel veel mensen, en ik moet zeggen, ik ook, toch Volkanovski zijn ground game wel iets hebben onderschat, hoor. En moet ik zeggen, hij heeft echt gewoon goed met hem meegekund op de grond. Kijk, hij was dan weliswaar niet over het algemeen de leidende factor op de grond. Maar dat had ik dan ook niet verwacht. Maar hij heeft gewoon goed met hem meegekund. En de vijfde ronde draaide hij zelfs om. Dus ja, alleen maar respect daarvoor. En ja, ik ben benieuwd wat ze next voor allebei. Dus ja, voor Volkanovski is vrij logisch, denk ik, wat ze gaan doen. Maar... ja, ja. Ja, tegen Rodriguez, wat een geweldige wedstrijd was dat trouwens ook. Rodriguez tegen Emmet. Wat was jouw, behalve de main event, jouw favoriete moment van UFC 284? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik vond die dinges, die knockout van tafel, vond ik mooi. Wat hij deed, dat was zo'n wegloop knockout, wat zoals bij Mark Hunt, die dat ook altijd doet. Weet je, dat vond ik mooi. En ik had sowieso zoiets van, ik had Porter decision, maar ik had zoiets van, ik hoop dat Tafa eerst de ronde wint, want ik zit niet op mijn decision te wachten in dit gevecht. Dus dat vond ik mooi. Maar laten we Jack Della Maddalena niet vergeten, man. Gewoon zijn vierde finish achter elkaar. UFC submission deze keer. Ja. Ik was wel blij dat het een submission was, want anders had je nog verder uitgelopen. Ja. Wat kun je over die man zeggen? Hij is zo goed. Hij is echt goed. Weet je, de eerste keer dat hij eigenlijk echt aanzette, kwam hij ook meteen erdoor. En ja, fantastisch, man.
Jij bent ook fan van Jack Della, ik ook. Dus. Ik ben groot fan van Jack Willem alleen. Hij is een van mijn favoriete vechters van het moment. En we hadden het met Gilbert tijdens het matchmaking-blokje hadden we erover. Wat nu? Want ik zie wel een kans dat hij dan nu de ranking in gaat komen. Dat hij misschien op 15 binnenkomt. Dus dan krijgt hij een gerankte tegenstander. Verdient hij natuurlijk ook na 4 van dat soort wedstrijden. Ik had een naam in mijn hoofd die ik met Gilbert besproken heb. Maar die hou ik nog even voor me. Wat zou jij voor hem willen? Wie zie jij in die wereldwedstrijd voor hem? Ja, weet je wat een heel leuk gevecht zou zijn? Maar ik denk niet dat het management erop zit te wachten. Tegen Michel Pereira. Omdat Pereira zou eigenlijk tegen Brady vechten, maar Brady is out. Dus die partij, maar ja, die worden allebei door Tim Simpson gemanaged. Dus ik denk niet dat hij erop zit te wachten. Maar dat zou ik een leuke partij vinden. En hij had zelf aangegeven dat hij tegen Vicente Luque wou. Ja, lijkt me ook fantastisch. Dus ja, Ja, die twee. het zijn inderdaad ook allebei leuke wedstrijden. Pereira had ook mijn gedachten, was je door mijn gedachten heen gegaan inderdaad. Maar degene waar ik mee op de proppen kwam, gaat nooit gebeuren. Maar wat ik wel heel leuk zou vinden, Masvidal. Oh, ja. Ja, het zou heel vet zijn. Ja, inderdaad. Ja, en ja, zou voor. Ja, ik denk niet dat Masvidal erop zit te wachten, inderdaad. Maar ja, dat zou een hele mooie partij zijn als ze dat zouden doen. Dus ja. Ja, lijkt me ook een heel mooi gevecht. Maar goed, we zullen de toekomst al uitwijzen wat dat gaat worden, welke richting ze opgaan. In ieder geval zijn er wel weer genoeg aanknopingspunten na afgelopen zaterdag. Dat gezegd hebben, de UFC 284. Jij bent natuurlijk altijd bij ons met jouw vechtnieuws. Natuurlijk te volgen op Instagram en Twitter onder Big Master 24. Dat is altijd te volgen. Maar van afgelopen week, wat zijn de belangrijkste nieuwe gevechten die zijn aangekondigd? Ja, ik heb drie partijen uitgekozen. Zou eerst naar 15 april gaan in Kansas City. Trouwens ook bekendgemaakt dat dat Fight Night evenement in Kansas City, Missouri is. Dat is dus evenement van Max Holloway tegen Arnold Allen. En aan dat evenement is Ja, en toegevoegd dus niet Brandon. Kansas City. Ja, niet Kansas City in Kansas, hè, zoals Donald Trump al zei, ooit zei. Nee, Nee. in Missouri. Daar is aangekondigd Ja. Brandon Royval tegen Matheus Nicolau. Belangrijk voor de flyweight divisie. Ja, twee fantastische gevechten daar. Dat zijn feitelijk twee contendergevechten, toch? Nummer één contendergevechten. Ja, 100%. Alleen het is een beetje raar dat die van Brandon Royval tegen Matheus Nicolau op de prelim staat. Maar weet je, Echt waar? ja, Oké. Okay. geen idee waarom. Maar nou, wel een leuk gevecht volgens mij. En eentje wat inderdaad wat je zegt, wat. Hoe noem je dat? Met titelimplicaties, zoals Sander Slik zou zeggen. Hè? Dus mooi. Titelimplicaties, heel mooi. 6 mei, ja, eentje van jouw favorieten, Bryce Ja, Mitchell tegen Jonathan Pierce. ja. Tak nasty. Tegen wie gaat hij? Jonathan Pierce. Jonathan Pierce. Dat is ook een leuke wedstrijd. Mooi pot, Jonathan Pierce timmelt ook aardig aan de weg. En ik hoop dat Bryce Mitchell nu ook in goede gezondheid. Hè? Want de vorige keer zei hij dat hij ziek was in aanloop naar die wedstrijd tegen Topuria. Ik weet niet, zullen we met de korrel zout nemen. Maar goed, ik hoop dat hij nu helemaal gezond is. En wanneer en waar gaat die wedstrijd plaatsvinden? 6 mei, en dat is de pay-per-view van mei. Volgens mij is dat 288 is dat, maar het is niet bekend waar dat plaatsvindt. Dus Je freak. we moeten nog zien. En daar hebben we main event voor 13 mei, Anthony Smith tegen Johnny Walker. Heeft ook nog geen locatie, maar dat is het main event voor die avond. Yes. Hartstikke mooi. Dankjewel voor je vechtnieuws. Genoeg om weer naar uit te kijken. We hebben het gok-knokkelspel met Gilbert al gespeeld. Hij heeft zijn voorspellingen gedaan. Jij weet niet wat die zijn nu als het goed is. Dus jij bent geheel objectief, niet beïnvloed door onze voorzetjes. Nu willen we graag van de drie bovenste partijen op die kaart jouw voorspellingen hebben, Marcel. Waar moet ik beginnen? Onderaan of bovenaan? Wij zijn onderaan begonnen. Wij zijn begonnen bij Poga. Ja. Nou, laten we dat ook doen. Begin met Josh Oh Parisi nee, tegen John. ja, sorry, ja, die bedoel ik. Excuus. Josh Parisi tegen Jamal Pokes. Ja, waarom staat hij op de main card? Geen idee. Josh Parisi, laatste partij gewonnen van Alain Bodo. Dat was een goede win voor hem. Jamal Pokes komt van de Contender Series. Had een heel erg triest verhaal, kan ik me herinneren, op de Contender Series. En dat was Dana zo doorgeraakt dat hij hem een contract gaf. Maar hij was niet onder de indruk van de partij en dat was ik ook niet. En Pokes is eigenlijk meer een light heavyweight dan dat hij een heavyweight is. Met dat gezegd is hij wel wendbaarder dan Josh Parisian. Ik ga geen decision zeggen. Ik ben niet gek. Ik heb bij de afgelopen week heb ik steeds decision gezegd, maar ik kan maar 3 punten bij decision krijgen. Had ik later nagedacht. Dus niet zo heel slim eigenlijk. Dus ik ga gewoon voor KO in de eerste ronde voor Jamal Pokes hier.
En Dat zie ik idee. laten we ook hopen dat het gebeurt. In ieder geval dat een van de twee een KO wint. Even kijken, Ja. komen jullie van Jordan Ik Wright, hoor Zach me. Pauga? Jordan Wright komt van die loss tegen Dusko Todorovic af. Van een goede eerste ronde, tweede ronde zakt helemaal weg. Zach Pauga van de Ultimate Ja. Fighter verloor van Mohamed Usman met KO in de tweede ronde, na de eerste ronde gewonnen te hebben. Verrassend dat Jordan Wright gaat dus nu naar light heavyweight toe van middleweight. En Zach Pauga gaat van heavyweight naar light heavyweight toe. En ik denk dat Zach Pauga die partij gaat winnen. Ik denk dat hij hem nog uitslaat in de eerste ronde. Dus ik ga voor Zach Pauga. Ja. Dat is mooi voorspeld dan, want eventjes om ons heen. Gilbert voorspelde volgens mij Pauga tweede ronde en ik zei derde ronde. Ze hebben het mooi, ja. Sorry Anthony Hardonk, niks persoonlijks. We dragen je allemaal een warm hart toe, maar ja, dit kunnen we niet anders zien dan dat, helaas. En die Goed, andere? de main event. Wat hadden jullie bij Pokes tegen Parisien? Ben ik alweer vergeten. Dat is niet erg. Oké, main event. We hebben, even kijken, Jessica Andrade tegen Aaron Blanchfield. Andrade is short notice, hè, een week van tevoren. In plaats van Santos. Ja joh, weet je wat het is? Normaal gesproken zou ik Jessica Andrade zeggen. Omdat ze gewoon super goed is overal, vind ik. En een van de beste vechters, vrouwelijke vechters in de UFC is. Maar je weet ook, ik ben een heel groot fan van Aaron Blanchfield. En dat ben ik al heel erg lang. Ik zie haar als een future champion. Ik heb haar ook gekozen volgens mij in het begin van het jaar als mogelijke kampioen in de divisie. Plus het feit dat ze groter is en sterker, denk ik, dan Andrade. En Andrade is toch wel een strawweight, want een flyweight gaat over het algemeen. Ik denk dat, Andrade, dat ze niet met Andrade moet gaan. Als ze gaat staan met Andrade, wordt ze nog uitgeslagen, denk ik. Ik denk dat ze aan de grond moet brengen. Ik ga wel voor Blanchfield hier, hoor. Ik ga haar kiezen. Submission. Derde ronde voor Blanchfield. Upset. Durf. Ja. Ja, ik vind dat heel mooi. Ik denk inderdaad ook dat als Blanchfield met Andrade gaat staan, dat ze gefinished wordt. Zo heb ik dat ook voorspeld. Gilbert voorspelde een decision win voor Andrade. Die vind ik helemaal spannend. Maar ik denk inderdaad dat Andrade te ver. Ik denk dat het iets te vroeg, te snel komt nu voor Blanchfield, maar we zullen zien. Ja, nee, zou best kunnen, man. Ik vind het ook een behoorlijke stap omhoog. Heel veel mensen zeggen van nu is hij, hoe noem je dat? Andrade is een makkelijker tegenstander dan Santos. Ik zie dat niet zo, eerlijk gezegd. Ik denk dat Blanchfield, kijk, Santos misschien wel groter, maar ik denk dat Andrade beter is dan Santos overal, weet je. En ik denk dat dit wel een, ondanks dat Andrade onder Santos staat, hoe noem je dat, twee plaatsen, denk dat het een moeilijkere tegenstander is. Dus, maar ja, wel een mooie partij. Ik ben heel benieuwd of Andrade weer kan winnen, want ja, ze blijft twee divisies bezighouden en ze doet het daar goed. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ja, Andrade won laatst van Lauren Murphy, ook flyaway, toch? Klopt, ja. Ja, vorige maand. Ja. Die is dus een beetje de grote flyaway, toch? Een beetje fysiek, toch? Ja, klopt. En ja, weet je, kijk, Andrade is gewoon, zij heeft iets wat heel veel van die vrouwen niet hebben. En dat is dat ze gewoon op ieder moment iemand knock-out kan slaan. Weet je, en nou, de techniek is gewoon goed. Dus kijk, voor mij is echt een gokje, hoor, hier. Kijk, als ik echt misschien logisch nadenk, is het misschien veel logischer om voor Andrade te gaan dan voor Blanchfield. Maar ik gok dat ze slim vecht en haar probeert naar de grond te halen. Maar zelfs daar is het niet zeker, want Andrade is gewoon allround. Dus we gaan zien. Ik ben wel heel benieuwd. Het is wel een gevecht waar ik echt naar uitkijk. En het is misschien een van de weinige partijen op die kaart waar ik naar uitkijk. Dus ja. Waarvan akte? Ja, Marcel, het was een beetje anders dan normaal. Dankjewel toch weer voor je bijdrage. Check deze man, zoek sowieso BigMarcel24 op Instagram en Twitter voor al het laatste vechtnieuws en aanverwanten. En volgende keer gewoon weer met Gilbert en mij erbij, gezellig alsjeblieft, ja? Zeker, zeker. Trouwens, ik zag nog een vraag staan. Ik weet niet meer van wie die was, maar die vroeg over of we niet dat gokken op knokken, hoe noem je dat, de tussenstand, of we die niet konden vermelden. Tussenstand op Instagram kunnen zetten? Precies, ik ben daar met Kenneth over bezig en dat zal deze week zal daarmee een update over komen. Dus maar daar waren we sowieso wel van plan. Want het is natuurlijk wel leuk om te zien waar je staat als je meedoet. Dus ja.